vegan pasta sausen. Blijer kon je me eigenlijk niet maken. Dit is echt heel mooi. Bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina. En misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En ik heb vandaag weer een shoplog. Een lente shoplog. Want in de Action liggen alweer leuke lente spulletjes en paas dingetjes. Het is een shop with me. Want ik had zelf eigenlijk niet zo heel veel nodig. Maar ik wilde wel heel graag aan jullie laten zien wat ik allemaal tegenkwam in de winkel. Er waren heel veel dingen voor buiten. Voor lekker op het balkon. Nou, ik heb helemaal geen buitenruimte. Wat echt super jammer is. En dat doet me weer echt realiseren dat het inderdaad echt bijna lente is. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb natuurlijk nog wel wat dingetjes gekocht. Maar ik ga eerst jullie even mee de winkel innemen. Dus ben je benieuwd, blijf dan gezellig even kijken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer ook even op het kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Dan zal ik nu even aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En ik vind het heel erg leuk dat je met elk seizoen een andere Action pas hebt. Dus deze heb ik ook even gekocht. Zoals ik al zei, heel veel snoep en lekkernijen heb ik gevonden voor Pasen natuurlijk. Dus ik heb daar een heleboel van meegenomen. Ik moet ook zeggen, ik ging met een klein beetje trek naar de winkel. En ik ga binnenkort een hele leuke video opnemen met allemaal snoep. Dus abonneer daarvoor eventjes en dan ga je hem sowieso zien. Ik vind het wel spannend om die op te nemen, maar het wordt wel heel erg leuk. Dus daar heb ik ook alvast even wat voor gekocht. Als allereerste heb ik een kaars meegenomen. En dit is de Cherry Blossom Scented Candle. Ruikt heerlijk. Het ruikt oprecht heel erg goed. Doet me inderdaad meteen aan lente denken. Ik vind hem ook heel mooi trouwens. Hoe die eruit ziet. En ik hou er ook echt van als een kaars zo'n deksel heeft. Want dan kan je hem gewoon zo dicht doen. En dan heb je al het rook niet als je hem wil uitdoen. Dan heb ik echt iets heel erg leuks. Dat zijn van die lampjes. En dat doe je met een batterij. Maar er zitten bloemen in. En dat vind ik heel bijzonder. Nou, ik vind het echt gewoon heel leuk eruit. Maar ook omdat het gewoon echte bloemen zijn die erin zitten. Gedroogd dat dan weer wel. Ik vond het zeg maar, oké, kerst is natuurlijk alweer heel lang geleden. Maar het voelt niet eens heel lang geleden. Maar ik vind verlichting, kerstverlichting altijd heel erg leuk. Alleen mijn huisgenootje wilde dat niet houden in het huis. Goed, ik woon niet alleen, dus ik moet er even rekening mee houden. Maar dit is natuurlijk helemaal geen kerstverlichting. Dit is lekker lenteachtig met de bloemen erin. En dit lijkt me echt heel erg leuk om hier ergens neer te leggen. Zoals je kan zien zitten er dus bloemen in. Nou, fantastisch. Blijer kon je me eigenlijk niet maken vandaag. Dus ik ga even batterijen in doen en dan ga ik het ergens neerleggen. Of ergens ophangen, ik weet het nog niet. Maar dit vind ik helemaal gezellig. En die kost €4,99. Daar heb ik trouwens nog twee andere kaarsen gekocht. Deze zijn gewoon heel simpel. Dit kan je eigenlijk altijd kopen. Ik vind het wel echt een heel leuk kleurtje. Normaal gesproken gaan we voor wit. Maar ik dacht, lente komt eraan. Dus ik ga mooi voor zo'n prachtige roze kleur. We hebben twee van die... Het zijn geen kaarsenhouders, maar dat doen we altijd kaarsen in. En daar zijn de kaarsjes op. En dit gaat lekker lang mee. Ik vind de kleur echt prachtig. En die zijn €2,36 per stuk. Deze was trouwens €3,99. Oké, dan ga ik toch even alle snoep en alle lekkernijen laten zien. En dit zijn gewoon winegums in de vorm van een ei. Fantastisch. Heerlijk, geweldig. Dan deze paaskoekjes. Vind ik zo lekker. Dit is gewoon de Easter Finger Biscuit. Heerlijk zijn deze. Deze kan ik zo aanraden. Milka en Oreo paaseitjes. En Milka en Oreo is wat mij betreft de beste combinatie die er bestaat.
heel excited voor deze. Maar dit ga ik dus allemaal beter laten zien in die video waar ik het over had. Daar heb ik ook nog milk and white chocolate eggs. Een soort kindersurprise, maar dan anders. Dat is natuurlijk alles. En dan heb ik deze M&M ei. Paasei. Een hele grote paasei. Dus ik ben heel erg excited voor al mijn snoep en chocola. Dan heb ik ook theedoeken gekocht. We hebben hier eigenlijk geen theedoeken in huis. Heel raar. We hebben eigenlijk vooral handdoeken. En we hebben het steeds over dat we theedoeken willen. Ik zag dit. Super mooie kleur. Ik zal ze even uit de verpakking halen. 4 theedoeken voor €5,95. En ik hou natuurlijk heel erg van groen. Dus ik was echt helemaal enthousiast. Dit is nummertje 1. En lente. Ik weet niet of jullie dat ook altijd hebben. Voorjaar scribbles om schoon te maken en dat soort dingen te doen. En ik moest daar gewoon aan denken toen ik dit zag. Ik dacht, ja, dit is nou precies wat ik nodig heb. Ik kan ook een heleboel dingen kopen die ik niet nodig heb. Maar dit is, hier heb ik echt wat aan. Dit is echt heel mooi trouwens. En de rest van de dingen die ik leuk vond, maar niet nodig had, die had je natuurlijk al gezien. Want die heb ik voor jullie gefilmd. Ja, ik vind ze echt mooi. En ik zat toch zo tussen het eten te kijken, want ik had echt honger. En ik zag echt iets heel erg leuks. Niet per se met lente mee te maken, maar ik dacht, oké, dit is eigenlijk ook heel erg leuk om aan jullie te laten zien. Maar ik zag dus dat ze pasta sauzen hebben. En niks minder dan vegan pasta sauzen. Oh mijn god, we hebben hier een vegan bolognese. Een vegan, ik weet niet hoe je dat moet uitspreken, ragout. En een vegan amatriciana. Mijn uitspraak is zoals altijd, laat wat de mensen over. Maar ik vond dit echt heel erg leuk. En ik dacht, oeh, dat wil ik echt even proberen. Dus ik heb alle drie de smaken meegenomen. Pasta saus, 99 cent per stuk. Dus echt een koopje eigenlijk. Ik kan echt niet wachten om het te proberen. En heel leuk, net als met schoonmaken heb ik dit ook altijd. Of althans, ik heb geen groene vingers, maar ik zou het eigenlijk wel heel graag willen. En ik zag dat ze best wel veel van die zaadjes hebben. Bloemen en verschillende groentes. Maar ik dacht, ik ga niet moeilijk doen. En ik begin met basilicum, dat kan bijna niet misgaan. Dus ik heb 2 basilicum gekocht en 1 dille. En ik ga dit gewoon proberen. Ik vind dit leuk, ik vind dat ik dit moet kunnen. Lekker soort van tanieren, maar dan thuis in een klein potje. Lijkt mij iets wat ik op zich wel zou moeten kunnen. Even kijken. Het kost 37 cent per zakje. En ik weet niet of bloemen dezelfde prijs hadden, maar je had ook bloemen daarvan. En dit was mijn shoplog. Ik hoop dat je het leuk vonden. En nu ook alweer een beeld hebben van wat er nieuw is bij Action. Wat er allemaal te vinden is. En zoals altijd, wees er snel bij als je iets leuks hebt gezien. Want het assortiment verandert heel snel bij de Action. Dat weten we natuurlijk inmiddels wel. In ieder geval, dan wil ik jullie nu ontzettend bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Laat ook een reactie achter. Vind ik altijd heel gezellig. En abonneer je natuurlijk ook op het kanaal van Action Nederland. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!